is dan overal even leuk. Het is eigenlijk mijn eerste toeristische ritje wat ik doe sinds ik hier ben. Ik heb nog geen sightseeing gedaan, dus dat is wel even leuk op de fiets. En het is wel even anders fietsen dan in Nederland, want je kan bellen wat je wil, maar de mensen hebben er, je weet wel, aan. Hier is het roeien, op het water hier. Daar zien we het. En het is wel heel bijzonder, onder het Christusbeeld. En ja, je kan eigenlijk heel dichtbij komen. En het is heel leuk. Het zijn allemaal hekken en de mensen kunnen gewoon eigenlijk door het hek ook de roeirace volgen. Ik ben gewoon kind in de snoepwinkel. De hele dag door race ik van sport naar sport. Ik vind alle medailles prachtig. Het wielrennen had alles in zich. Het was verschrikkelijk drama. Eigenlijk twee keer. Zowel voor Van Vleuten als Van Dijk. Ik zag Van Dijk net nog bij het roeien. En die vertelde dat ze sindsdien gewoon geen nacht meer geslapen heeft. Kan je nagaan wat sport en teleurstelling allemaal doet. Maar ook prachtig, de roeimedailles die zijn gehaald. En ja, het hoogtepunt, echt het absolute hoogtepunt, dat moet nog komen met Daphne Schippers. Want daar, ik zet in op twee keer goud.